op argumenten te voeren. Hartelijk dank daarvoor, allebei. Graag gedaan. Dank u wel. Jaap Maljers. Jaap Maljers is ondernemer in de zorg. Oprichter van Plexus Medical Group en Aland Medical. Met hen verkennen wij direct grenzen. Namelijk grenzen van hoe ver de commercie kan gaan binnen het ziekenhuis. Dus geld halen bij private investeerders. Ziekenhuizen die winsten uitkeren aan aandeelhouders. Dat moet allemaal mogelijk worden als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Die wil daar een experiment over. Maar is die ontwikkeling zelf wel gezond? Minister Klink moet binnenkort beslissen. Jaap Maljers heeft de minister inmiddels geadviseerd en ik ga er met hem over praten. Welkom. Ja, nou ja, goed, u zit regelmatig met hem om de tafel en ik kan me niet voorstellen dat u hem dan niet een adviesje geeft hier en daar. Ik fluister maar wat in. Dat bedoel ik. Goed, eventjes over winst. Hoe zit het nu precies met winst? Mogen ziekenhuizen, mogen ze dat op dit moment, winst maken? Nou, daar kan je heel simpel over zijn. Dat is verboden. Dat mag gewoon niet. Bij wet is het niet toegestaan om winst te maken die aan aandeelhouders uitgekeerd wordt. Nee. En als het dan gaat om ziekenhuizen, dan moet ik in de eerste plaats altijd denken aan tekorten en stijgende kosten en zo. Ik bedoel, waar hebben we het over als we het hebben over winst in ziekenhuizen? Ja, kijk, winst is natuurlijk in het algemeen een beginsel. Elke organisatie heeft winst nodig om de toekomst in te kunnen gaan. Want als je investeringen doet, die investeringen moeten ergens vandaan komen. Ja. En over het algemeen doe je investeringen voor een deel uit je reserves en voor een deel doe je dat door te lenen bij een bank. En je reserves bouw je op. Of je hand op te houden bij de overheid. Ja, of je hand bij de overheid. En dat is het alternatief. Dus je moet op een gegeven moment met elkaar heel eerlijk zijn en zeggen van of we willen een systeem hebben waarin die ziekenhuizen afhankelijk zijn van de overheid om een investering te doen. Eigenlijk is dat het model waar we tot nu toe altijd voor gekozen hebben. Of je hebt een systeem waarin je zegt, nou, we accepteren dat die organisaties ook winst maken en daarmee hun eigen toekomst veiligstellen. Nee, maar dat begrijp ik op zichzelf. Maar als ik dus denk aan ziekenhuis, denk ik, nou, dat systeem dat kan nooit bij een ziekenhuis, want dat is alleen maar sprake van stijgende kosten en van tekorten. Ja, dat is dus hoe kom je aan winst? Ja, dat is een drogredenering. En die redenering die vindt zijn oorsprong in de manier waarop de zorg gestructureerd is. De gezondheidszorg is heel sterk budgetair altijd vormgegeven. En al die instellingen en die ziekenhuizen, die kregen gewoon een budget. En we weten allemaal dat als je een budget krijgt, dat het domste wat je kan doen is geld overhouden. Ja. Dus wat die ziekenhuizen deden, is heel systematisch zorgen dat ze net een tekort hadden. En dan konden ze het jaar erop extra een handje ophouden. Dus er is eigenlijk helemaal geen echte. Dus het wordt er in elk geval efficiënter van? Ja, dat zou je wel zeggen, inderdaad. Ja, dat zou je wel zeggen. Het probleem is op dit moment dat het allemaal halfslachtige maatregelen zijn. Dus er wordt allerlei halve controles, halve marktmechanismen geïntroduceerd. En dan praten we toch over winst. Ja. En ik denk dat we uit de Sovjet-Unie en de overgang naar Rusland wel weten dat halve maatregelen tot rariteiten leiden. Oké, maar wat u zegt is, door het efficiënter te maken, zou je dus ook uiteindelijk geld over kunnen houden. En is er dus sprake van winst. Ik denk dat op dit moment, als je kijkt naar de zorg, dat als je echt zou praten over hoe je die zorg efficiënter kan maken, dat als je kijkt hoe het nu is, dat je makkelijk 20% tot 40% eruit zou kunnen halen. Alleen dan moet je wel de randvoorwaarden veranderen. En dat is een heel belangrijk probleem. Dan nog, waarom zou je die winst uitkeren aan aandeelhouders en niet bijvoorbeeld weer in de zorg steken? Nou, dat is een interessant principe. Het grappige is dat uit buitenland blijkt, als je kijkt naar Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten en ook in het Verenigd Koninkrijk, dat daar organisaties die in eigendom van aandeelhouders zijn, ziekenhuisorganisaties, dat het grootste deel van het geld teruggaat de organisatie in. Dus die aandeelhouders hebben daar duidelijk een belang bij om die instellingen overeind te houden met het geld wat ze verdienen. En dat is ook logisch als je ernaar kijkt, want de gezondheidszorg is een groeisector. We worden allemaal ouder, de kosten nemen toe, technologie neemt toe. Dus het is heel slim als een aandeelhouder denkt van, nou, ik moet het geld niet nu hierin terugstoppen, maar ik moet het geld niet naar me toe halen, maar ik moet het geld in die organisatie halen. Dat zou misschien wel slim zijn, maar we leven nu in een kredietcrisis en we weten in elk geval dat de aandeelhouders de afgelopen tijd niet zo slim waren, dat ze niet op hun eigen belang uit waren, zal ik maar even kort door de bocht zeggen. Nee, maar ik denk dat daar ook een heel belangrijk punt zit. Ik denk wel dat als je kijkt naar de kredietcrisis, en dat is natuurlijk een probleem, en je vertaalt dat naar de gezondheidszorg. Ja, ja. Het grappige is, je zou namelijk zelfs kunnen zeggen dat de huidige structuur zoals die in de gezondheidszorg is, ook een vorm van kredietcrisis is. Want we hebben ontzettend veel
ongelooflijk inefficiënte instellingen in Nederland. Ja, ja. Alleen het enige verschil is, ze besmetten elkaar niet zoals de banken. Maar eigenlijk is de zorg op dit moment ook een hele wankel instituut. Ja, maar ik bedoel alleen maar eigenlijk te zeggen dat als je het hebt over het gezonde verstand van de aandeelhouder, dat blijkbaar niet altijd opweegt tegen het eigen belang waar die aandeelhouder ook mee bezig is. Ja, maar ja, het vervelende is, ja, het is een beetje of je wordt door de kat of door de hond gebeten. Want het is bewezen dat die budgetteringssystemen ook leidt tot raar gedrag. Dat is zeker waar. Dus het grappige is, dat weten we zeker. Mm. En het andere weten we niet zeker. Okay. Dus dan nog iets, want ik probeer gewoon, we proberen de grens te verkennen. Hè? Dus ik probeer steeds tegenargumenten te verzinnen. Een onderneming is toch niet hetzelfde als een groot ziekenhuis? Bij een groot ziekenhuis moet in elk geval, want u zegt het moet net zoals een onderneming worden. Maar bij een groot ziekenhuis moet ten eerste iedereen toegang krijgen. En ten tweede zijn er daar kwesties van leven en dood. Dat is nog wat anders dan bij een onderneming. Ja, ik ben daar. Maar vooral die toegankelijkheid. Ja, ik ben daar niet zo zwart-wit in. Ten eerste, als we praten over een onderneming, dan hebben we het dan over? Of hebben we het dan over Shell? Hebben we het over een fietsenfabriek? Hebben we het over de bakker? Nou, waar hebben we het dan over? Ja, nou, dus een onderneming is niet één ding. Een onderneming is een heel pluriform iets. Allerlei vormen en maten hebben. En al die ondernemingen die vervullen een rol. Die verstrekken diensten aan hun klanten. Die hebben een maatschappelijke rol om zich te houden aan wet en regelgeving. En die zijn ook werkgever. En in een heleboel opzichten zou je voor ziekenhuizen hetzelfde kunnen zeggen. Het is gewoon, die hebben een maatschappelijke rol. Alleen, en daar gaat het juist in dit hele experiment om, de politiek moet, net als ze aan de firma Shell vertellen wat de milieunormen zijn die in Pernis gelden, moet de politiek aan de ziekenhuizen vertellen wat de normen zijn waar die instellingen aan voldoen. Oké, maar goed, proberen concreet te maken. Ja? Neem iemand van 75, ik neem vooral iemand die wat ouder is, 75, heeft een levensbedreigende vorm van kanker. Het zou kunnen zijn dat een combinatie van chemo en bestraling helpt. Het zou ook kunnen van niet. Hè? Mm-hmm. Dat kan zo zijn. Hoe gaat dat dan in zo'n ziekenhuis met winstoogmerk? Ik bedoel, hoe ziet zo'n kostenbatenanalyse eruit? Nou ja, ik zou beide zeggen, dat zou beter gaan dan nu. Waarom? Omdat op dit moment moet je iemand die met een duur geneesmiddel komt, is afhankelijk van het ziekenhuis waar die toevallig is, of die wel of niet dat geneesmiddel voorschrijft. En ook toevallig van zijn eigen vermogen om in de Tweede Kamer een willekeurig persoon aan te schrijven die dan vragen gaat stellen daarover. Dus op dit moment is de willekeur vele malen groter. Dat die op dit moment bestaat, snap ik. Maar wat ik van u wil weten, hoe het straks zal zijn dan in die kostenbatenanalyse bij iemand die al op leeftijd is, een dodelijke ziekte heeft, die misschien genezen kan worden en misschien ook niet. Hoe is dan zo'n kostenbatenanalyse? Ik weet niet hoe het uitdraait, maar ik denk dat er één ding wel gaat gebeuren, is dat er duidelijkheid is. En dat die duidelijkheid dat we met elkaar weten wat daar gebeurt. Want het probleem is op dit moment, die instellingen die doen eigenlijk maar wat. Ik zeg niet dat ze slechte zorg leveren, maar ze leveren geen verantwoording over wat ze wel en niet doen. Maar wat u nu zegt, dan is er in elk geval duidelijkheid. Dan zou het ook duidelijk kunnen zijn dat je dan te oud bent voor een behandeling. Dat zul je wel duidelijk. Ja, ik vind het niet aantrekkelijk. Maar dan zijn we met elkaar, weten we waar we aan toe zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk principe is. Dus als er een ziekenhuis is en die moet op dat moment zeggen van, nou, ik doe dat niet omdat ik daar verlies op maak, dan kunnen we vervolgens met elkaar een discussie hebben over van, vinden we dat wel of niet prettig. Maar op dit moment gebeurt er maar wat. Die budgetten, en die worden op betrekkelijk willekeurige criteria binnen het ziekenhuis geallockeerd aan zorg. En sommige ziekenhuizen hebben dat dure geneesmiddel wel, andere hebben het niet. En als je erin spit, dan zie je dat er eigenlijk helemaal niet echt een systematisch kader achter zit. Maar goed, u zegt dus, het is belangrijker om het in elk geval duidelijk te hebben dan dat die zorg dus voor iedereen en letterlijk iedereen, hoe oud dan ook, toegankelijk zou zijn. Ik denk dat u nu twee grootheden die niet met elkaar te maken hebben in verbinding brengt. Want het gaat er aan de ene kant om van als je die duidelijkheid met elkaar wil hebben, dan weet je waar je aan toe bent. Mm-hmm. En vervolgens moeten we met elkaar als politiek een uitspraak doen over hoeveel willen we daaraan uitgeven. Willen we dan ook dat die instellingen dat middel leveren. Ja. Wij vinden het erg dat die gezondheidszorg elk jaar 7-8% in kosten stijgt. Dat is een heel principieel punt. Ja, goed. Ja, dat begrijp ik. Maar kunt u zich voorstellen dat het met name de politiek ook is die zich hier zorgen om maakt? Over de algehele toegankelijkheid, over keuzes. Ja, ik vind dat een enorme politieke lafheid die daarachter zit. Want wat de politiek namelijk niet bereid is
ze zien het wel, maar het niet bereid te benoemen is... is dat die gezondheidszorg zoals die op dit moment draait ontzettend inefficiënt is. En dat er echt heel veel uit te halen is. En dat moment dat je bereid bent te accepteren... zeggen, nou, we moeten eens af van het denken dat alle ziekenhuizen heilig zijn. We moeten af van het idee dat een gemeente als Amsterdam... helemaal niet zo'n grote stad, dat we daar 6 spoedeisende hulp open hebben... Nee, en dat we daarmee mensen redden. Maar je neemt die zorg volgens mij niet weg door te zeggen... ja, maar nu deugt het ook niet. Je moet met meer argumenten komen, volgens mij, om die zorg weg te nemen. Nee, maar kijk, het gaat er niet om of je... De discussie gaat over van, is het winstprincipe wel of niet acceptabel? En dan denk ik, jeetje, laten we dan eens kijken van wat het niet hebben van winst, waar dat toe geleid heeft. En dan zie ik, het is een hele rare structuur die volstrekt niet helder is waar je wat kan krijgen als klant. Het is ook volstrekt niet helder wat voor motivatie... mensen hebben om te leveren wat ze leveren in die ziekenhuizen. Dus dan heb ik gezegd, dan moeten we dan van 2-1 kiezen. Oh ja. Of de politiek is bereid te zeggen, dan gaan we dat nu ook echt afdwingen dat het transparant wordt. En dan gaan we die mensen ook echt in overheidsdienst nemen. Dan gaan we ook echt een consequent systeem maken. Heeft wel gevolgen voor de salarissen van de specialisten. Om maar wat te noemen. Ja, ik ga er even van uit dat daar wel een drukkende werking op gaat plaatsvinden. Ja, dat dan weer wel. Het punt is natuurlijk... Die mogen niet meer zoveel winst maken. De gezondheidszorg functioneert... als een semi-staatsorgaan in Nederland. Het is allemaal aan hele enge kaders onderhevig. Het is natuurlijk interessant dat professionele beroepsgroepen... in staat zijn om inkomens te vergaren van 3-4 keer... dat van onze premier in een semi-staatsgestuurde sector. Ja. Dat vind ik heel boeiend. Dus, en dat betekent eigenlijk dat er al ontzettend veel winst gemaakt wordt. Alleen we doen het plakkertje winst, zetten we er niet op. Ja. Een dokter die 3 keer balken en normen verdient... heeft wat mij betreft gewoon 2 keer balken en enorm winst binnengehaald. Ja. In een omgeving waar die beschermd wordt door wet en regelgeving. Ja. U wordt op wenken bediend, want politici willen in elk geval nu... in elk geval de zorgautoriteit wil het ook... wil nu met een experiment beginnen om het in 6 tot 10 ziekenhuizen, geloof ik... inderdaad te gaan experimenteren met winst. Blij? Nou, dat vind ik een drama. Dat vind ik echt een drama. Wat daar gebeurt, is dat we... iets wat we al lang weten, al 200-300 jaar weten... is dat mensen in een instelling die winstgedreven is... anders werken dan mensen die niet in een winstgedreven instelling zitten. Dus waarom zouden we daar een experiment voor moeten doen? En ik vind dat maar ja, het kan geen kwaad, toch? Nou, het kan heel veel kwaad. Want het probleem namelijk is dat wat het experiment gaat doen... is namelijk eigenlijk die essentiële discussie die u net terecht aanhaalt. Van waar ben ik nou als 75-jarige man met kanker aan toe? Krijg ik dat middel nou wel of krijg ik dat nou niet? Dat experiment verhult die discussie. En ik heb veel liever dat we met elkaar een heel gezonde discussie hebben over... wat vinden we nou een acceptabele groei voor de gezondheidszorg als geheel? Binnen welke kader willen wij dat die instellingen echt vertellen... wat ze doen en wat ze niet doen. Welke voorwaarden stellen we? Want dat is een politieke discussie. Ja. Ik kan daar niet van... Kijk, als ondernemer zeg ik... ik weet namelijk dat als je alle remmen losgooit... dat die sector heeft van zichzelf de neiging... om 6, misschien zelfs wel 10% per jaar te groeien. En ik denk dat dat best wel een maatschappelijk probleem is. Zeker op dit moment, als je dat loslaat. Alleen, ik vind dat de politiek daar de verantwoording voor heeft... om die kaders erin te stellen. Net zo goed als de firma Shell, als ze in Pernis een fabriek openen... normen moet stellen die door de politiek bepaald zijn. We hadden het net met Van Geel daarover. Dan vervolgens kun je zeggen dat die normen liggen duidelijk. We weten precies binnen welke kaders we aan de slag kunnen met elkaar. En dan vervolgens zeggen we, het is heel gezond als die instellingen zelf in staat zijn om de broek op te houden. Goed, besteed je tijd beter dan aan een experiment, eigenlijk. Dat experiment is een vlucht vooruit. Ik vind het een schaamlap. Nou krijgt minister Klink dus 2 adviezen, namelijk die van u en die van de Frank de Graven van de Zorgautoriteit. Naar wie zal die luisteren? Nou, het grappige is, u zei net van het is een politiek advies. Interessant is dat de NZA natuurlijk geen politiek orgaan is. Het zou bij uitstek een niet-politiek orgaan moeten zijn. Maar ik vind het wel een politiek advies, want ik vind het een enorm middenmotorig advies. Dus dat maakt het wel problematisch. Terug huiswerk doen. Ik denk dat het verstandig is om toch nog eens eventjes extra achter de oren te krabben. Goed. Dank voor dit gesprek, meneer Maljers. Dit was Buitenhof voor vandaag. U kunt een en ander nog teruglezen met allerlei links ook naar onder andere dat rapport van de Zorgautoriteit. Op onze website www.buitenhoftv.nl. En daar hebben wij ook een podcast. Dan kunt u het allemaal nog een keer opnieuw luisteren. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende week.
Wilt u een uitzending van het programma Buitenhof bijwonen? Dan kunt u bellen tijdens kantooruren naar 0900 0123.